Goedemorgen, kijk naar de weersverwachting van weerplaatsen.nl. Boven Nederland hangen enkele wolkenvelden. Uit nou, die wolken valt in het zuidwesten en zuiden vanochtend een lokale bui. Het is ook vrij bewolkt, maar vanaf een uur of 9 à 10 begint de wolking snel te breken en dan komt er nog steeds meer plaatsen de zon erbij. En dan loopt de temperatuur snel op, en daardoor kunnen er stapelwolken komen. En mogelijk leveren die in het zuidoosten en oosten dan later vandaag weer een regen- of onweersbui op. En dat kan dan weer een forse bui zijn, want er staat weinig wind, dus de buien trekken langzaam. Temperaturen vanmiddag zomers: 23 à 24 graden aan zee, 26 tot 28 graden in het binnenland. En ook vanavond zijn de temperaturen nog lang aangenaam, met slechts een enkele lokale bui. Morgen is de kans op een bui nog kleiner dan vandaag. In de ochtend, vroege ochtend, weer wolkenvelden. En in de loop van de ochtend steeds meer zonneschijn. En morgenmiddag dan, zoals je ziet, heerlijke temperaturen. Als je het tenminste van warmte houdt. Hou je niet van warmte, dan wordt het de komende dagen wat aangenamer. Heel lokaal kan er een enkele bui vallen. De zon schijnt geregeld. En dat alles gebeurt dan bij maxima zo rond de 23-24 graden. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl.